Nou, goedemiddag. Welkom allemaal in de B&W-kamer van dit stadhuis. Dinsdag worden hier normaal gesproken de echte besluiten genomen. Want ja, als wethouder ben je eigenlijk niks in het bestuurlijk Nederland zonder dat de rest van de wethouders erbij is, een burgemeester en een gemeentesecretaris. Alleen dan kunnen er echt besluiten genomen worden. Maar goed, toch ben je ook af en toe ergens wel verantwoordelijk voor. En dan is cultuur wel een heel mooi onderwerp om in je portefeuille te hebben, omdat dat heel veel... Ja, heel veel raakt. Het raakt de identiteit van de plaats, maar het cultureel erfgoed, maar ook zeker van hoe geven we hem samen met elkaar de toekomst vorm. En hoe kijk je dan ook af en toe terug van waar kom je dan vandaan en waar is die toekomst op gebaseerd. Nou, volgens mij is dat met wat we vandaag gaan ondertekenen, plaatsen we onszelf wel weer in een bepaald perspectief. Waar komen we vandaan? Wat is de historie van met name Spijkenisse? En hoe heeft ons dat gevormd en welke richting gaan we met elkaar op? Ook hoe gedenk je af en toe wat die vorming dan ook heeft gegeven. Dus een bijzonder moment dat, om het echt officieel te maken, want ja, uiteindelijk het beeld zelf, MAX, staat er natuurlijk al een tijdje en is ook al wel meegenomen in wat schoonmaakrondes door het dorp. Maar het is wel goed gebruik om het dan ook inderdaad een wat meer een officieel tintje te geven. Dus toen die uitnodiging kwam vanuit Joop, leek ons dat ook gepast om dat bij dit onderwerp zeker ook op deze manier te doen. Dus dank daarvoor. En voor het organiseren dat we dat ook inderdaad wel met de mensen doen waar het uiteindelijk om gaat. En die bij hebben gedragen aan de realisatie van het beeld. Want uiteindelijk zijn wij slechts passanten daarin. Ja, instrumenten. Ja, zo is het. Dus ja, daar zijn wij u ook zeer erkentelijk voor de inzet die daarvoor gepleegd is om hier te geraken. Jo. Dankjewel. Ja, eigenlijk de aanstichter van dit alles is niet aanwezig. Dat is Henk de Haan. Die zit midden in een verhuizing. Ik heb begrepen dat hij zelfs al inmiddels al over is. Verhuisd, ja. Die heeft op dit moment echt andere zaken aan zijn hoofd. Als je zo'n oude boom... met wortels er al gaat verplaatsen, dan heeft dat maakt dat een diepe indruk op de persoon zelf en zijn gezin. Dus vanaf hier wensen we hem natuurlijk heel veel woonplezier in zijn nieuwe omgeving. Geestelijk, lichamelijk is hij niet bij, maar geestelijk wel, want hij is de geestelijk vader eigenlijk van alles. Ooit begonnen met een zielig gezicht in mijn richting kijken van Joop, jij kan het van mij overnemen. De gesprekken op scholen met de kinderen. Ja, nou, het verhaal is genoegzaam bekend, maar het heeft geresulteerd uiteindelijk in een prachtig beeld gemaakt door Tineke Nussink, wat nu aan de voorstraat staat. Het probeert een sieraad te zijn met een hele lelijke achtergrond. Ik hoop dat dat er ooit ook nog eens een keer door de eigenaar wordt opgepakt. Daar zijn we achter de schermen wel mee bezig. Maar dat gaat... Nou, dat is nog iets duurder als een beeld. We zijn ontzettend blij en dankbaar. Hier zit dus het bestuur en de Maxedeurs, de belangrijkste mensen eigenlijk, die ook daar altijd achter hebben gestaan. Maar ook de heer Van Leeuwen die ons... van begin af aan heeft bijgestaan in het ambtelijke circuit. Hij ging alleen heel lang op vakantie. Ja. Ja. Maar we zijn blij dat hij in goede gezondheid dat hij terug is. En dat was ook zijn eerste daad eigenlijk om dit voor elkaar te boksen. Dus dat we ook dit nu kunnen overdragen, het beeld kunnen overdragen, de plaquette kunnen overdragen. Waarmee eigenlijk ook heel duidelijk wordt aangegeven door de gemeente hoe belangrijk zij het ook vinden om MAX ook niet alleen een tijdelijke, maar langdurige plek in de samenleving te geven. Gisteren waren we er nog even bij en ik was daar met de heer Wijn Varenhout. Wordt binnenkort 91 jaar, daar ben ik het dorp mee aan het afstruinen gegaan. En ik ben in een tijdmachine terechtgekomen. Dat is allemaal voor het boek De 45 die hier terugkeerden. Dus dat is project nummer 3. Over alle 45 Joodse mensen die van het eiland zijn verdwenen en nooit meer zijn teruggekomen. En ja, dan loop je met zo'n wandelende encyclopedie en op een gegeven moment zie je alleen nog maar oude huisjes. Daar is die geboren, daar heeft die gewoond, die heeft die rol gespeeld, die heeft het met die gedaan. En dan heb ik het niet over voetbal. Dus zo zie je dus eigenlijk ineens een heel oud dorp verschijnen. En ja, dat is zeer waardevol, die oral history. En dat gaan we ook verpakken in het boek De 45, die niet meer terugkeren. Ja, dus nou, heel fijn. Ik kan niet wachten om de handtekening te zetten. Want ik zal niet zeggen dat we er vanaf zijn, helemaal niet. Kinderen stonden gisteren weer, die klommen er weer bovenop. En dat is heerlijk om te zien. De historische vereniging die, heeft het helemaal opgenomen in hun route met kinderen en anderen. Dus ja, het leeft. Het is geen dood beeld. Het is Max die daar ligt, meer als een symbool. Ja, en heden ten dagen, op dit moment, met alles wat er gebeurt in de wereld, en vooral Gaza en Israël, hebben we nog heel wat werk verrichten. Dat kan je niet met alleen een beeldkaart dat opknappen. Nee. En daaraan toevoegend, Max wordt ook opgenomen in de gesprekken die Kees Aert, wat is zijn achternaam? Van de Meijden. Van de Meijden, die trekt de scholen langs en dan heeft hij een verhaal over de Tweede Wereldoorlog. En ook daar neemt hij Max mee. Ja, hartstikke mooi. Mooi. Ja. Mooi. Nou, laten we overgaan tot... Heel graag. Ik heb begrepen dat wij tekenen en dan daarna dat we een mooie groepsfoto maken. Dat lijkt mij... ja, want achter dit beeld en achter mij staan heel veel mensen die... Ja, horen eigenlijk op de voorgrond te staan. Zeker. Ja. Nou, voor elkaar. Ja, gaan we doen. Ja. Nou, we hebben hier de documenten. Is dit nu ook eigendom? Is dit nu ook, Gerben, is dit nu ook eigendom op het Erfgoedplatform? Ja, ja. Ja. Dat is een onderdeel van. Nou, gefeliciteerd. Ja. Eén keer per jaar schoonmaken. Ja, ja, dus samen ja. En al doet. Ja. Nou, fantastisch. Ik heb nog wel helemaal niet zo mooi als jij. Nee, ja, dat is inderdaad ja, dat is het risico van mij. Nou, misschien mag ik met dezelfde pen. Ja, of ja, gaan we doen. Super. De schenker. Ja, ja. Ja, dan moet ik toch weer aan die Bacardi Cola denken. De schenker. Super. We zijn hem kwijt. Ja, maar we houden er nog steeds van. Ja, wij zijn wel zeker. Ja. Ja. En hij is goed bezorgd. Zorg er goed voor. Je hoeft hem niet uit te laten, je hoeft hem eten, geen eten. Nee, dat scheelt weer. Ja. Niet naar de dierenarts. Nee, hij is goed bezorgd. Mooi. En gaan jullie nog applaudisseren voor de wethouder? Kijk, nou, laten we dan een mooie foto maken. Ja, graag. Nou, ja, willen jullie hier omheen komen? Wij komen staan. Ja. Even deze kant. Dank u wel. Ja, ik had het net even over het boek De 45. Dat is nu echt wel op dit moment waar Jean-Philippe van de Zwaluw en Jeanette Klink van het AD en ik me ontzettend mee bezighouden. En daar komen zulke interessante nieuwe feiten naar boven. Na 80 jaar, nou, na 83 jaar eigenlijk. Die geheel of gedeeltelijk te maken hebben met Levi, met de andere mensen op het eiland. Hele bijzondere zaken. Ze lijken op de wereldschaal lijken ze niet groot, maar datgene wat we tot op heden weten, en dat is allemaal bij elkaar geplukt en verkregen via de historische verenigingen, via Riet de Leeuw van Weenen, allerlei andere mensen die er al over hebben geschreven, het archief. Die, waarvan je dan denkt, nou, dit is alles wat je boven water hebt gekregen. Nu bundelen strikt eromheen en we hebben een boek. Nou, de waarheid is even iets anders. De werkelijkheid, moet ik zeggen, is even iets anders. Er komen toch wel hele bijzondere dingen komen boven. Maar niet alleen over, zeg maar, de 45, maar vooral de samenleving eromheen. We hebben besloten om het boek, zeg maar, te laten vertellen. Niet in de eerste persoon, maar in de tweede persoon, door Salomon Levi. Ja, nou ja, de man is sinds pakweg, wat staat op de steen, 4 november geloof ik. Rond die koers. Oktober. Ja, weggevoerd. Ja. Ergens in november 1942 in Kossel overleden. Maar aan de hand van Salomon Levi, die neemt ons mee door de geschiedenis van Voor de Putten. En, want ja, er werd gezegd van waarvoor laat je Max dat verhaal niet doen. Nou, als er ooit nog eens een keer een stripverhaal komt, dan mag Max dat doen. Maar we vonden het niet gepast met zo'n onderwerp om notabene een Duitser een Joods verhaal te laten vertellen. Dat ligt ook wel gevoelig. Dus ja, en als je dan, ik popel eigenlijk om al die andere ballast die ik met me meevoer om overboord te gooien en alleen maar ergens in een hutje op de hei te gaan schrijven. Ja. En het is echt een product van mensen hier, Herbert en anderen, die ook ervoor hebben gezorgd dat al die informatie bij ons komt. Ja. En dan gisteren met zo'n oude melkboer. Nou, trek daar even. Ik dacht, 3 uur tijd moet ik wel over dat dorp heen komen. Nou, we kwamen iedereen tegen die me ook maar tegenkwam. Ik denk ook dat Tineke, voor zo'n man moet je nog een 4e mannetje van de Krom erbij zetten. Want we hebben bij de Krom gestaan en de een na de ander, wow, dat is niet waar, wow, dat klopt niet. Ja. En, ik was alleen heel blij dat er geen 4e eigenaar van Max bij kwam. Ja. Okay. Ja, want we hebben nu inmiddels 3 eigenaren, althans nieuwe eigenaren. Ja. Tenminste, mensen die claimen van wij hebben, onze familie heeft Max. Dus we begonnen er met 1, hè? Ja. We hebben er nu inmiddels 3. Ja. Hij ging van hand tot hand, denk ik. Ja. Ja. We hebben geen tegenspraak meer van Kees van Wijgaarden en dat vind ik heel jammer. Ja. Ik had hem echt graag ook dit soort momenten gegund. Zeker. De man heeft ontzettend veel betekend voor Nissewaard, zeker op kunst, cultureel, historisch gebied. Dat is super. Ja. Maar wat je zegt, ik zou mezelf wel willen terugtrekken op een hutje op tijd. Dus zeg maar de onderzoeksfase van het boek is afgerond dan. Nou, zo'n beetje. Je blijft onderzoeken. Ja, precies. Want het is fact-finding. En je weet nu al dat het een zwaar bekritiseerd boek gaat worden. Nog voordat je ook maar echt een goed hoofdstuk hebt geschreven. Want iedereen kan eraan meewerken, iedereen is gevraagd via de krant, via social media, in de verenigingen. Van als je verhalen hebt, vertel ze, laat het weten. Ja. En archieven zijn geplunderd, overal hebben we gekeken. Maar je krijgt dadelijk toch van, dat klopt niet. Dat staat er niet in, en dat zijn ze vergeten. Ja. En daar had ik in het begin wel zoiets van, ja, moet je hier wel aan beginnen. Maar eigenlijk is het waar het om draait, want daardoor blijft die geschiedenis levend. Ja. Als alleen al het boek ervoor gaat zorgen dat mensen weer met verhalen komen, dan worden ze misschien niet meer in een boek geplaatst, maar wel blijven ze leven in de samenleving. Daar wordt er over gesproken.